Nee, wat u net zei klopt inderdaad. Ik ben aangeklaagd door Geert Wilders. Omdat ik geen vrijheid meer zou willen. Maar goed, om mezelf even heel kort voor te stellen. Mijn naam is Rashid, alias Appa. Nederlandstalige hip-hop-artiest, activist, daar waar ik kan. Ik heb de afgelopen zomer een aantal incidenten gehad met bepaalde media vanwege mijn uitspraken op pro-Palestina demonstraties. Ik werd ook gevraagd of ik, of tenminste er werd over mij gevraagd of ik aangeklaagd kon worden bij het Openbaar Ministerie door Leefbaar Rotterdam. Vanwege een aantal uitspraken in Rotterdam bij een demonstratie. Vanaf die dag eigenlijk ben ik gaan nadenken over in hoeverre, kijk, dat racisme bestaat is evident, dat weten we allemaal. Weet je, same shit, different toilet. Maar goed, waar het mij meer om gaat eigenlijk is dat het nu vandaag de dag in 2014 toen de tijd dan zo normaal is geworden om sommige mensen wel een vrijheidsvermeningsuiting te geven en sommige mensen niet. Het is nu normaal geworden. Er is niks geheimzinnigs meer aan, het is open en bloot en je kunt het zien en ja, in principe het enige wat zeg is, en pardon my French, is fuck you and have a nice day. Ja, deal with it. Dat is wat je moet doen. En als je een probleem hebt en je gaat daar tegenin, dan ben je blijkbaar een extremist of weet ik veel wat. Maar goed, werd nagevraagd om het even heel kort te maken of ik deel wil uitmaken van deze memorabele dag. Ik hoef daar natuurlijk niet over na te denken, ik heb gelijk gezegd ja. Malcolm X is voor mij een hele grote inspirator geweest op heel veel verschillende vlakken. Ik wist alleen niet precies in welke vorm ik het zou moeten doen. Hoe zou ik mijn contributie moeten bijdragen aan vandaag? Zou ik een nummer moeten rappen? Zou ik een gedicht moeten schrijven? Zou ik een speech moeten houden? Wat moet ik doen? Tot afgelopen nacht had ik nog helemaal niks. Op een gegeven moment was het 3:30 en ik denk, shit, ik moet toch echt wel iets voorbereiden. Ik kon niet slapen, dus ik denk, oké, weet je wat ik ga doen? Ik ga gewoon beginnen met schrijven. En whatever. Ik zie wel waar het gaat stranden, want uiteindelijk gaat het door om wat er uit het hart komt. En ik denk dat dat het gevoel is wat over moet gaan komen. En ik heb geprobeerd om na te denken heel kort over het concept van wat ik ga doen hier. En ik wil eigenlijk niet spreken over Malcolm X. Ik denk dat er genoeg wordt gedaan vandaag. Ik wil spreken over hetgeen wat hij uitdraagt en wat het met mij persoonlijk heeft gedaan. En dat probeer ik zeg maar persoonlijk toe te passen in mijn eigen leven als Marokkaan, als moslim in Nederland. Hoe ik strijd tegen koloniale gedachtegoeden en ongelijkheid en racisme. Etcetera, etcetera. Want als Marokkaan en moslim in Nederland gebruik ik al het mogelijke om uit een onmogelijke situatie te ontsnappen. Stereotypering, etnische profilering en nog meer woorden waar je de essentie liever niet van wilt snappen. Ik bedoel, ik ben een individu, maar word over één kam geschoren met figuren waar geen haar op mijn hoofd mee wilt zitten bij de kapper. Maar alsnog worden er dagelijks stickers bijgedrukt die huisallochtoontjes en hun koloniale baasjes maar al te graag op me willen plakken. Want ik ben X. Een letter in de tijd van cijfers en statistieken. Geen woorden voor, die worden al misbruikt door fanatieken. Het woord kent geen waarde meer en gemaakte beloften zijn leger dan de ziel van Geert Wilders en de rest van die hypocrieten. Vrijheid van meningsuiting, eenzijdig, past niet geheel bij mijn kleur. Dus waarom zeur ik? Want als het me niet aanstaat, dan is daar het gat van de deur. Ja toch, lekker simpel. Vergeet het feit dat ik hier geboren en getogen ben. Evenveel recht als jij hebt en niets minder waard ben dan jou omdat ik andere kleur ogen heb. Ik zou het liefst willen schelden alsof ik daarvoor betaald krijg. Maar ook dat gaat hem niet worden. Discriminatie op de arbeidsmarkt is evident en dat hoort nou eenmaal bij Marokkaan zijn. Je suis werkloos. Maar sinds afgelopen week is iedereen opeens Charlie. Plastic solidariteit, don't let them fool you. Moi je suis liever Bob Marley. Sterker nog, je suis Malcolm X. Laat de magazijn van mijn pennen, schiet hem leeg als de wapens van de moordenaar die zich agenten noemt in Ferguson. En neem vaak in een tekst. AK-47 lyrics, infrarood op je chest. Woorden komen aan als kogels, geloof me. Je hebt niks aan je vest. Sorry, mijn woede nam het even over. Ik wil de vrede wel bewaren, maar het lukt niet altijd als je wordt gedwongen te leven als een soldier. Iedereen kan maar zeggen wat ze willen over je en tegen jou zeggen ze, sta erboven. Gedachten van een revolutionair, hoop dat ik vecht voor het goede. Maar als ik de media moet geloven, ben ik Alibaba of een van die 40 rovers. Maar goed, ik ga weer te lang door, hè. Prettig gestoord, hè. Waar maak ik me eigenlijk zo druk om? Het gaat toch niet om moord, hè? Nee, precies. Racisme is relatief. En een moslim en terrorist in Afrikaans, Zwarte Piet. Haha, dat was satire. Erg grappig. Vrij van belediging. Oeps, ik bedoel de meningsuiting. Je moet het maar slikken. Lekker bitter. Aangeef niet, joh. Zo bedoel ik het niet. Want jij... jij bent de goeie. Oké.
Nou, excuseer mijn lak aan humor, maar hier kan ik niet om lachen. De islamitische wereld staat in vuur en vlam. Harteloze leiders blazen kinderen op terwijl ze de vrouwen verkrachten. Mannen opgepakt en vastgezet in Abu Ghraib of Guantanamo Bay. Martelingen zijn daar dagelijkse kosten, kost mensenlevens, maar ach. Wij kijken GTST, een ver van de bedshow. Maar nu het dichtbij komt, begint de angst pas te groeien. Dit is de spiegel die je nu wordt voorgehouden omdat je vanwege economische belangen met oorlogen wou bemoeien. Wat zou Malcolm X hebben gezegd als hij vandaag de dag zou leven? Hij zou een hartstilstand hebben gekregen om het wel zo makkelijk te laten verdelen. Wow. Yeah. Een opoffering gemaakt die door de geschiedenis zou moeten echoen, maar het feit is dat de meeste mensen het helemaal niks kan schelen. Gevangen door materialisme en consumptie, gevormd door kapitalisme en corruptie, de standaard is dat je standaard meer wil dan gisteren, hebberigheid als eindconclusie. Maar jouw struggle is mijn struggle, en mijn struggle hopelijk ook de jouwe. Want als wij in deze tijden niet naast elkaar gaan staan, wanneer gaan we het wel doen, lieve mensen? Weet je, de strijd die we voeren is een gemeenschappelijke strijd. We vechten allemaal tegen een eeuwenoude koloniale gedachtegoed. Deze duivelse racisten en deze inhumane vormen van onrecht wereldwijd. Ik bedoel, er is nooit een essentiëlere tijd geweest om bij elkaar te komen en samen te staan voor kracht, inspiratie en liefde. Ik zeg, laten we samen de wapens van kennis oppakken. Rug tegen rug, vuist tegen vuist. Tijd om genadeloos en keihard terug te slaan. Zoals Malcolm X zei, bye, Emmy, links, rechts,